Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 8 december 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag gaat het grootste deel van de uitzending over de enquête over de Daily Minutes. Verder is een morse en er is een SSTV plaatje in PD90. Vandaag slaan we voor een keer de historie over en zijn er ook geen nieuwsberichten verder. Wil je trouwens eens met het chatkanaal van de Daily Minutes meekletsen? Op www.pnolete.nl staat nu een manier waarop dat gewoon vanuit de browser kan, dus zonder eerst software te moeten installeren. Vanaf gistermiddag staat er een nieuwe enquête over de Daily Minutes op Facebook, ik meldde dat al. Dit keer wat uitgebreider dan de vorige keer toen het alleen over het SSTV-gedeelte van de uitzendingen ging. Er springen een paar dingen voor mij uit. Eén, dat is dat iedereen, zo lijkt het, zijn mening eerlijk heeft gegeven en ja, dat is ook de bedoeling. Tegelijkertijd zijn de reacties die onder de enquête staan hartverwarmend en het voelt voor mij als een flinke steun in de rug bij het doen van de uitzendingen. Een van de dingen die er voor mij uitspringen is dat er 83 mensen ja stemmen op de vraag of Engelstalige delen van de uitzending ongewenst zijn. Slechts 34 vinden de Engelse gedeelte een welkome aanvulling. Overigens zijn de cijfers die ik in deze uitzending noem gebaseerd op de stand van donderdagmiddag even na 5. Sinds donderdagochtend waren die standen overigens al redelijk gestabiliseerd. Wat daarnaast opvalt is dat 47 mensen de morsen in de uitzendingen ongewenst vinden en 38 vinden de morsen een welkome aanvulling. Een iets minder groot verschil dan bij het Engels. Ook opvallend vind ik dat 25 mensen de uitzendingen te kort vinden tegen 17 te lang. Dat was voor mij vrij onverwacht. Ik voel sterk de behoefte om aan te geven hoe ik hierin sta. Dus vandaar dat ik er in deze uitzending wat dieper op inga. Mezelf bijvoorbeeld van sommige onderdelen die bij een aantal mensen populair zijn, maar door anderen bekritiseerd worden, niet echt een voorstander. Ik vind wel dat morsen ons cultureel erfgoed is en dat kritiek dat het iets van vroeger is dat we nu niet meer moeten gebruiken onterecht is. Maar in de uitzending kost het me extra tijd en werk, iedere dag weer 10 minuten. Als ik zou denken dat het niet of bijna niet gebruikt werd, dan zou ik de inspanning daarvoor zeker niet doen. Dat van het Engels, dat is een lastige. Ik weet dat die kritiek bestaat en ook dat er soms heftig op gereageerd wordt. Ik denk dat het niet heel opvallend gebeurd is, maar de afgelopen maanden zijn er bij de Daily Minutes een aantal dingen veranderd. Een van die dingen is dat er door de week geen Engels meer wordt uitgezonden. Dat is, als ik me goed herinner, al sinds het begin van de zomer het geval. Daarvoor had ik nog wel eens documentaires, bijvoorbeeld over de zeezenders of over de nummerstations. Sinds begin oktober gebruik ik daarnaast ook geen fragmenten van omroepzenders meer en ook geen muziek. Dat betekent ook dat de uitzendingen mij flink meer stress opleveren. Ik kan namelijk, behalve bij het herhalen van de series over propagatie en de historie, bij tijdgebrek nergens meer op terugvallen. Ik moet gewoon elke dag een hele uitzending maken. Het Engels dat er nu nog in de Daily Minute zit, wordt uitgezonden in het weekend en op maandagochtend. De reden daarvan is dat ik door die kant-en-klare bulletins het rustiger aan kan doen tijdens die 2 dagen in het weekend. Er is meerdere keren gesteld dat ik Engels beter zou kunnen vertalen, maar dat is voor mij geen optie. De bestaande bulletins vertalen kost 1,5 keer zoveel tijd dan een nieuwe uitzending maken. De uitzendingen in het weekend worden bovendien minder goed beluisterd, dus waarom zou ik daar dan meer inspanning in stoppen? Dat betekent echter ook dat als ik met het Engels in de uitzendingen zou stoppen, dat ik dan maar een paar mogelijkheden heb. De uitzendingen van de dagen ervoor herhalen wil ik eigenlijk niet doen. Bovendien herhaal ik die op PI3 UTR al. Het meest logische gevolg van het stoppen met het Engels is dus dat de uitzendingen in het weekend dan komen te vervallen. Er zijn echter ook mensen, al is het dus een minderheid, die de Engelstalige uitzendingen wel waarderen. Die zou ik door het stoppen van het Engels ook benadelen. En uitzendingen met alleen SSTV en morse erin vind ik geen goed idee. Dus ook voor de mensen die dat stevast in het weekend meeschrijven zal dat geen gewenste optie zijn. Ik ben trouwens met de uitzending op de amateurband in 2012 geheel in het Engels begonnen. Aangespoord door meerdere vaste luisteraars naar de uitzendingen van toen bij Whisky Oscar heb ik me toen laten overhalen om ook een gedeelte Nederlands te gaan brengen. Gaandeweg is dat, als je naar de uitzendingen op PI2 NOS en PI3 UTR kijkt, een steeds groter onderdeel geworden. In het eerste jaar van de Daily Minutes, dus van de dagelijkse uitzendingen, waren trouwens de uitzendingen in het weekend vaak ook in het Nederlands. De uitzendingen die ik toen maakte waren echter vaak ook maar 2 of 3 minuten lang, tegen nu gemiddeld 7,5 minuut. Zoals aan het begin al een beetje bleek, ik ben zelf dus geen groot fan van de morsen in de uitzendingen. Ik heb een paar keer een poging gedaan om ermee te stoppen, maar dan krijg ik stevig mailtjes van vaak tussen de 10 en de 20 stuks mensen, of meer, die graag willen dat ik er toch mee doorga. De morsen worden door zowel mensen op het gehoor opgenomen als ook door mensen met smartphones. Die laatste groep is de laatste tijd ook nog wat in aantal toegenomen. Op verzoek van die mensen is er 3x HI tussen het onderdeel morse en SSTV gekomen. Smartphonegebruikers hebben zo de tijd om hun morse-app af te sluiten en die voor SSTV te starten.
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de uitzending op PI3 UTR. Ik zend daar de herhaling van de Daily Minutes uit, inclusief SSTV en Morse. Ik heb korte tijd na het begin van de SSTV-uitzendingen een keer deze onderdelen uit de uitzendingen weggelaten. En dat leverde een storm van protesten op van mensen die klaar zaten met de computer om ze allemaal naar elkaar te kunnen bekijken. Ik krijg daar ook nu nog geregeld reacties op. Als je mij vraagt, kunnen die onderdelen beter uit de uitzendingen op UTR, want het kost me gegarandeerd luisteraars op die avond. Tegelijk hoor ik over de uitzending van SSTV en Morse op PI3 UTR overigens hoogzelfde kritiek. Ja, dit soort dingen zijn voor mij ook een beetje mijn dilemma. Ik kan het niet iedereen naar de zin maken, ook al zou ik dat wel heel graag willen. Ik kijk echter wel met meer dan gewone belangstelling naar de uitkomsten van deze en ook van de vorige enquête. En ik neem dat ook mee. De Daily Minutes en ook de uitzending op PI3 UTR zijn geen statisch gegeven. Als op een gegeven moment de belangstelling sterk terugloopt, ja, dan moet en dan zal ik ook mijn conclusies trekken. Daarnaast kan er ook een moment komen dat het voor mijzelf om praktische reden niet meer haalbaar is om de uitzendingen nog te doen. Of dat ik er geen zin meer in heb, of dat ik, wat in het verleden wel eens gebeurd is, ineens een writersblok blijkt te hebben. Het is overigens wel een klein beetje topsport om iedere dag met zo'n uitzending te komen, waar anderen doorgaans naast een presentator ook een redactie op hebben zitten van meerdere mensen, die zo'n bulletin dan ook nog eens als parttime of als fulltime betaalde baan doen. Overigens werk ik naast de Daily Minutes en de uitzending op PI3 UTR ook nog mee aan enkele radioprogramma's. En ik ben vorige week met een nieuw YouTube-kanaal begonnen over onze hobby, waar ik tot nog toe ook bijna iedere dag een nieuw filmpje heb geplaatst. Denk je een oplossing te hebben voor het Engels in het weekend, anders dan wat ik al genoemd heb, of voor de andere zaken die uit de enquête naar voren zijn gekomen, houd je dan beslist niet in en mail me op x@xtv.me. Dat adres dat staat ook op pnl.nl. Je mag me uiteraard ook via de amateurzender benaderen of op het chatkanaal van de Daily Minutes. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt.